Het is 12 uur. 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 Op een avond, het was al 12 uur, zei Pinkeltje, die bij de muisjes in een klein holletje onder de vloer woonde. Kom, muizenvrienden. Voor het naar bed gaan wil ik nog even een klein eindje wandelen. Heeft iemand zin om mee te gaan? Ja, ik wil graag. Ja, ik ga mee. Ik zal eerst nog even kijken of er werkelijk niemand in de kamer is. Alles is rustig hoor. Het is mooi licht in de kamer, jongens. Het maantje schijnt door het raam. Pas op het trapje. Ziezo. Daar zijn we in de kamer. Waar zullen we eerst heen gaan? Laten we eerst naar de tafeltent gaan en dan naar de speelgoedkast. Goed, deze kant dan maar op. Zeg, Zwartsnoetje, zouden die lekkere koekjes nog op tafel staan? Oh ja, die van gisteren. Heerlijk waren ze. Zullen we eens kijken op de tafel? Hoe kunnen jullie nou op de tafel komen? Die is toch veel te hoog voor kleine muisjes? Wacht, kom ik al aan. Kijk, daar staat de pannen met koekjes, jongens. Even de deksel oplichten. Wat lekker, zeg. Zullen we even een stukje opknabbelen? Dat mag niet. Hij had gelijk, knabbeltje. Je mag niet snoepen. Dat is heel ondeugend. Kom jongens, we gaan verder wandelen. Anders wordt het te laat. Hier, deze richting. Naar de speelgoedkast, muizenvrienden. Opeens, als ze vlak bij de speelgoedkast zijn, zegt Pinkeltje. Knabbeltje, wat is dat? Kijk, het jongetje heeft zijn speelgoedautootje niet opgeruimd. Maar opeens gebeurde er iets vreselijks. Pinkeltje tapte per ongeluk op een ander knopje. En toen? Hij gaat rijden! Pinkeltje, stuur! Ik ben je overdood! Pas op, Pinkeltje! De deur gaat dood! Pas toch op! En terwijl Pinkeltje en Knabbeltje angstig rondrazen in de steeds sneller rijdende auto, ging de deur open. En wie kwam daar binnen? Wat is dat hier voor een lawaai? Kan het niet rustig zijn in de kamer? Wat is dat daar? Ik schrik met een hoedje. Als ik het goed zie. Ja, het is zo. Daar zit Pinkeltje met Knabbeltje in een autootje. Maar dat autootje, dat is niet van hun. Vooruit, gauw, zet die auto stop. Ik weet niet waar de rem zit. Pas op, hoe snel we buiten de weg. En daar had me die Pinkeltje met het autootje de poes Snorrebaard omver gereden. Snorrebaard rende de kamer uit en durfde er niet meer in te komen. Door de schok van de aanrijding was ook het autootje omgevallen. Knabbeltje, die eruit gerold was, zat op de grond en zei... Pinkeltje, waar ben je toch? Ligt je op de
Ja, ja. We komen eens te babbeltje. Zeg, ik kan Pinkeltje nergens vinden. Wat zou er met hem gebeurd zijn? Oh, laten we toch... Pinkeltje gaan zoeken. Laten we toch het autootje optillen. Ja. Misschien ligt hij er wel onder. Ja. Kom, help eens een pootje. In de melkbak van Snorrebaard. In de melkbak van Snorrebaard. Dankje wel, Koekoek in het knoopje. Ga jongens, snel naar het melkbakje. Opschieten, anders is het te laat. Deze kant uit. Oh, help dan. Meisje, help. Ik kan je open. Haal in de melk. Help. Waar zijn we al, Pinkeltje? Hou nog eventjes vol. Deze moet op de rand kruipen om je te redden. Hier, Pinkeltje, steek je handje daaruit. En toen Pinkeltje schone kleertjes aan had, zijn ze gaan slapen om te bekomen van al de schrik. De enige die nog wakker was, dat was de koekoek in het klokje. Die zei... Waar te rusten, waar te rusten, waar te rusten, waar te rusten.